We staan langs de N246 in Westzaan. Wat is er gebeurd? Nou, de knipperlicht die nood op knipperen staan, zijn nou toevallig op knipperen. En de personenauto die dus eigenlijk daar achter wil opdraaien, die rijdt eigenlijk door zonder te kijken. En ze wordt in de zijflank gepakt door een busje. En hoeveel slachtoffers zijn er? Totaal 6 slachtoffers. Zaten met de 5 in die personenauto en 1 persoon in het busje. Zijn ze ernstig gewond? Want de traumahelikopter is ook ter plaatse. Ja, nou ja, goed, omdat het al behoorlijk impact heeft, wordt hij al gelijk meegealarmeerd. Maar de slachtoffer die wij bevrijd hebben, die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe de toestand is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En er is nog een oma en een kind naar het ziekenhuis. Daar weet ik ook de toestand niet van. Hoe lang gaat het nog duren hier, denkt u? Nou, ik heb ongeveer meester gegeven. Het zal misschien nog, voor ons misschien een kwartiertje, 20 minuten werk zijn. Maar er komt toch een onderzoek op het ongeval. En dat zal even wat langer tijd in beslag nemen.